Voor Arnhem Report op reces met spreek ik met Arnhemse politici. Hoe kijken zij tijdens het reces terug op het afgelopen politieke jaar? En wat zijn voor hun de speerpunten voor de aankomende periode? Maar ook wie is de mens achter de politicus en wat zijn hun drijfveren? Vandaag spreek ik met Ton van Beers, fractievoorzitter van de Arnhemse Ouderenpartij. Ik spreek met hem bij de Rijn naast het infocentrum van de Slag om Arnhem, waar hij zich als politicus actief voor heeft ingezet. Ook ben ik benieuwd hoe de zaak van Meurs, de oud-politicus met wie hij intensief jarenlang samenwerkte, hem als persoon heeft beïnvloed en geraakt. Op dit moment is het zo dat ik door mijn scheikundeleraar op het Torbeke Lyceum destijds in contact ben gebracht met de politiek. En dat we daar een soort sociale club hebben opgericht, waardoor ik onder andere daar tijdens de verkiezingen in, ik denk in de begin 70 jaren, hebben georganiseerd een soort, laat ik zeggen, een tweede verkiezings voor scholieren op Torbeke. Waarbij we ook destijds de Guy Fortman van de PPR hebben uitgenodigd. En dat heeft mij toch wel een beetje gevormd in de richting van het linkse, de tussen aanhalingstekens, gedachtegoed. Nou ja, ik heb altijd een groot voorbeeld gehad aan Gandhi. Die heeft geprobeerd in India destijds met geweldloos uiteindelijk de samenleving te besturen. En ook aan Mandela. Dat zijn mijn twee grote voorbeelden in deze samenleving. Mm-hmm. Okay. En die mij in ieder geval ook hun gedachtegoed heeft mij wel gevormd. Ja. En nog steeds eigenlijk. Waar het om gaat is dat de mens centraal staat. En dat het niet zo mag zijn dat de economie en winst, gewin, dat centraal moet staan. Het gaat erom dat ik vind dat bijvoorbeeld zaken als nutsbedrijven boren in handen van de overheid te zijn en niet als winstfactor moeten worden gebruikt door private ondernemingen. Ja, als we het hebben over invloed op personen en ook persoonlijke politieke invloed. Martin van Meurs, oud-politicus hier in Arnhem, die uiteindelijk veroordeeld is voor bezit van kinderporno. Natuurlijk een zaak die heel heftig is geweest voor de hele Arnhemse politiek, maar een man waar u ook veel mee samen heeft gewerkt, samen mee in de fractie heeft gezeten. Ik kan me voorstellen dat die periode er voor u ook aardig heeft ingehakt. Ja, dat was een heel moeilijke periode, vooral omdat je dit was een donderslag bij heldere hemel. En uiteindelijk ook is Martin, als je dat objectief bekijkt, een uitstekend politicus. Maar het feit dat hij daarmee, laat ik zeggen, betrapt of daarmee mee zaken of dingen heeft gedaan, dat is voor mij totaal verwerpelijk. En ik vind dit was zo shocking dat ik daar nachtenlang niet van heb geslapen en ook niet heb geweten hoe moet ik daarmee omgaan. Hoe heeft u dat persoonlijk geraakt en misschien ook wel beïnvloed? Nou, beïnvloed heeft het niet. Het heeft alleen maar voor gezorgd dat ik op zich heel helder heb moeten zijn in mijn uitlatingen en ook heel duidelijk heb afstand moeten nemen van datgene wat hij gedaan heeft. En dat heb ik ook gedaan. Wij hadden gehoopt dat we als lokale partijen toch wat meer zetels en wat meer inbreng hadden kunnen hebben in de vorm van het college. Ik ben zeker niet blij met wat de formateur heeft gedaan met betrekking tot de vorming van de coalitie. Hè? Dus het twee winnaars en twee verliezers, een beetje een raar verhaal vind ik dat nog steeds. Ik vind het gewoon dat het een nieuwe wijn een oude zak is. Uiteindelijk is het een klassieke vorm van een formatie geweest. Waarbij wij hebben aangedragen van kijk, na aanleiding van het rapport Frisse, ga eens kijken naar een nieuwe manier van werken. Ga eens kijken naar een nieuwe manier van het vormen van een raadsovereenkomst. Van een besluit waarin we dus eigenlijk een soort van verbond van alle partijen in de raad. En te kijken waar we met z'n allen, ieder heeft zo zijn eigen onderdelen in zijn eigen wensen voor de stad Arnhem. Ik heb het gevoel dat het af en toe gebeurt en dat er ook af en toe men dat niet kan. En dat gewoon belangen, partijbelangen, persoonlijke belangen, whatever, toch een rol spelen. En dat het ook de blik vertroebelt naar voren toe. En dat is jammer. Mm-hmm. En daar zouden we veel meer aan kunnen doen. En ik denk ook dat het met elkaar samen dingen wegnemen als partijstandpunten. Maar meer kijken naar het lokale belang, want daar gaat het uiteindelijk om. Het gaat om het belang van Arnhem en niet om het belang van wat om ons heen is. Coalitieakkoord inhoudelijk, wat vindt u ervan? Nou, toen ik de coalitieakkoord voor het eerst zag, dacht ik van, hé, wat is dit nou? Er is heel veel zaken zijn niet benoemd. En toen dacht ik, ja, maar misschien biedt dat nou net wel de ruimte voor de toekomst om met het nieuwe college
te kunnen onderhandelen of te kunnen praten over mogelijkheden. Want wat mist u, wat voor u wel belangrijk is? Er zijn toch grote problemen in de stad. Ook verborgen problemen. Dat is met name natuurlijk de ouderen die dus ontzettend veel last hebben van de digitalisering van deze wereld. De laaggeletterdheid en eenzaamheid. En eenzaamheid is niet alleen voor ouderen, maar dat geldt ook voor jongeren. Omdat je in principe hebben we meer dan de helft van de brievenbussen zijn van alleenstaanden in Arnhem. In het gesprek wat we hiervoor hadden gaf u ook aan van nou, ik vind het erg belangrijk dat er een ombudsman komt. Is dat een ander initiatief wat we gaan mogen verwachten van u? Ja, dat is zeker een van onze dingen die wij heel graag willen. Omdat dat mensen bij één loket terecht kunnen in plaats van bij meerdere loketten. Omdat we nu allerlei, we hebben verschillende wijkteams in Arnhem. We hebben verschillende instanties voor gezondheidszorg. Mm-hmm. Schuldhulpverlening en dergelijke. En ook met name binnen de schuldhulpverlening hebben we nogal wat ernstige misverstanden meegemaakt. En gezien en mogelijkerwijs dat die nog verder gaan. En we willen dat mensen gewoon een loket hebben, een laagdrempelig, waar ze zich kunnen melden. En niet dat ze zich bij verschillende instanties hoeven te melden, maar bij één instantie. Ja, we zitten hier aan de Rijnkade bij het informatiecentrum van het Airborne, hier ook op de achtergrond. Een project waar u, heb ik begrepen, erg trots op bent. Kunt u daar iets over vertellen? Nou, wij hebben als destijds als lokale partij Pro Arnhem hebben we in het begin van onze eerste periodes hebben motie ingediend voor een infocentrum hier bij de Rijn. En dat is gelukkig dankzij Gerard Breeman is het eerste infocentrum hier gerealiseerd. En ik ben blij dat we hier aan de Rijn in voormalig Humphries dan uiteindelijk het infocentrum hebben kunnen realiseren. Als u toch ook een beetje kritisch bent over de afgelopen periode dan, zijn er zaken van u zegt van nou dat hadden we als partij of dat had ik persoonlijk altijd toch beter kunnen doen of dat is niet helemaal gelukt? Wat me niet zo bevallen is de zaak met de bomen. We hebben dat gezien op de Haruslaan waar niet goed geluisterd is naar de bewoners. We hebben het gezien nu weer met de Lauwersgracht met de bomen. En wat me daarover stoort is dat de communicatie gewoon heel slecht gegaan is tussen college en bewoners. En ook dat er vaak men elkaar niet vertrouwt of dat afspraken worden niet vastgelegd waardoor er gewoon uiteindelijk een hoop verwarring ontstaat na een aantal maanden of na een aantal jaren wat er nou precies is afgesproken. En dat vind ik, dat stoort mij al sinds het begin dat ik in de politiek ben. We hebben duurzaamheid heel hoog in het vaandel en we vinden ook dat we zeer zeker ontzettend goed moeten kijken naar de manier waarop we met moeder natuur omgaan. Want wij moeten uiteindelijk een goed rentmeester zijn voor wat we ons aangeboden is door moeder aarde. En we zijn op dit moment wel erg bezig om de boel, laat ik het rustig zeggen, naar de verdommenis te helpen. Okay. En wat had u zelf beter kunnen doen in het afgelopen jaar, achteraf gezien? Ik heb zo weinig invloed dat ik eigenlijk niet zoveel bijdrage heb kunnen leveren. Nou ja, dus misschien een grotere invloed hebben. Dat zou een punt kunnen zijn. Zou u daar iets aan kunnen doen om meer invloed te hebben in de raad? Nou ja, dat hebben we geprobeerd. Hè? Dat lokale partijen samenwerken. En dat is helaas op dit moment niet meer aan de orde. Nee. Dus dat is mislukt. Wat gaat u eraan doen om meer invloed te krijgen? Nou ja, goed, zo goed mogelijk op de hoogte blijven van alles wat er in de stad gebeurt. En zorgen, net zoals met het project met betrekking tot de laaggeletterdheid en de ombudsman, eenzaamheid en gezondheidszorg. Dat we daar gewoon heel veel aandacht aan gaan besteden. En erop blijven hameren dat er zaken moeten en kunnen verbeteren. Als u zo voor het afgelopen jaar uw partij een cijfer nou zou moeten geven, wat voor cijfer zou dat zijn? Nou, 6 plus. En u persoonlijk, is dat dan ook een 6 plus of is dat een ander cijfer? Laat ik liever een ander over om dat te beoordelen. En wat gaat u nou doen om de aankomend jaar een 8 te scoren als partij? We gaan in ieder geval, wat ik gezegd heb met betrekking tot, we gaan meer initiatiefvoorstellen doen. Met betrekking tot wat we in ons verkiezingsprogramma al hebben aangegeven. Dus, en daar proberen we nu op dit moment ons beter op de kaart te zetten. Meer op de kaart, ondanks dat we dus niet echt duidelijk samenwerken, meer kunnen samenwerken met de lokale partijen. Maar dat gaan we nu op dit moment andere zoeken waar we mee kunnen samenwerken.